De nieuwe Intel CPU's zijn uitgekomen en daar horen natuurlijk ook nieuwe motherboarden bij. De Asus Maximus 8 Hero is één van deze motherboarden. De motherboard bevat de nieuwe LGA 1151 socket, die geschikt is voor de zesde generatie Intel CPU's. De verpakking is het welbekende rood van Asus. De iconen op de onderkant van de doos spreken voor zich. Z170 chipset, geschikt voor de nieuwe Intel Core CPU's, ondersteuning voor SLI en Crossfire en de mogelijkheid om 4K uit te voeren. Haal je de kartonnen flap op de verpakking weg, dan is het motherboard het eerste wat je ziet. Ik vind het goed bedacht om dit motherboard in de showcase te verpakken. Op de binnenkant van de flap is informatie te vinden over de features van het motherboard. Supreme FX moet de geluidservaring enorm verbeteren. Met Intel Gigabit Ethernet chip wordt er een einde gemaakt aan lag. Met Game First krijgen pakketjes die je game verstuurt naar het internet voorrang op de pakketjes van bijvoorbeeld Skype of Teamspeak. LanGuard beschermt je netwerkadapter tot maar liefst 15.000 volt. Als extra's heeft Asus Keyboard 2, RAM Cache en een Lightning Controls meegeleverd. Keyboard 2 staat je macro's op, zet speciale functies aan en doet nog veel meer. RAM Cache staat een deel van je cache op in je geheugen, waardoor het laden van games veel sneller gaat en dataverlies verminderd wordt. Met Lightning Controls kun je de verlichting op het motherboard aanpassen. Tijd om een motherboard uit te gaan pakken. Door middel van een klein flapje aan de onderkant maak je de verpakking gemakkelijk open. Het motherboard is beschermd met een plastic kap. Je wordt begroet met één en al accessoires, en dat zijn er aardig wat. Je hebt een user guide, je krijgt een SLI bridge, je krijgt een CPU installation tool, een driver CD met een case badge, ROG stickers, 6 keer een SATA 6 gigabit per seconde kabels, een I.O. shield, schroefjes om je MP2 SSD vast te zetten, een deurhanger, een adapter voor je front I.O. en natuurlijk ook labels voor je kabels. Dat zijn toch aardig wat accessoires voor je motherboard. Maar natuurlijk is het motherboard het allerbelangrijkste. Dit motherboard is awesome! Het motherboard ziet er sleek uit en het motherboard voelt ook echt stevig aan. De heatsinks op het motherboard zien er ook best wel ruig uit. Ik hou hier eigenlijk wel van. Rechts van de socket vinden we 4 sloten om je DDR4 geheugen te plaatsen. Hij heeft ondersteuning tot DDR4 3733, maar dan moet je het wel overklokken. Aan SATA aansluitingen heb je natuurlijk geen gebrek. Met maar liefst 8 keer SATA 6 gigabit per seconde poorten heb je voldoende aansluitingen voor je SATA devices. 4 van deze poorten kunnen ook omgezet worden naar SATA Express en dat is nog sneller dan SATA. Mocht je een MP2 SSD willen gaan installeren, dan is dit geen enkel probleem. Deze MP2 aansluiting maakt gebruik van PCI Express 3.0 X4 en heeft een maximumsnelheid van maar liefst 32 gigabit per seconde. Dat is best wel snel. Er zijn voldoende aansluitingen op het Rear I.O. te vinden. Zo is er een PS2 combo poort te vinden, 2 keer USB 2.0, daarnaast een BIOS reset knop, nogmaals 2 keer USB 2.0 poorten, DisplayPort 1.2 en HDMI 1.4b, een USB 3.1 type A poort en daaronder een USB 3.1 type C poort. Daarnaast is de netwerkchip te vinden en dat is de Intel i219-V. Dit is een gigabit netwerkadapter en dat is eigenlijk wel het gebruikelijke op dit moment. Je vindt ook nog 2 keer USB 3.0 poorten en uiteraard ook nog de audio poorten. Nog even terug op Supreme FX. Met volledige audio isolatie, capacitoren en een amplifier moet de geluidservaring flink verbeterd zijn. Maar voor deze nieuwe generatie hebben ze nu ook een ISS Saber Deck toegevoegd. Dit zorgt voor nog helderder geluid in zowel games als in films en muziek. Ook een hele leuke functie op dit motherboard is de mogelijkheid om het ROG logo op de heatsink aan te passen. Met Lightning Control kun je dit best eenvoudig instellen. Deze is op het motherboard ook nog een start- en resetknop aanwezig. Ben je dus bijvoorbeeld aan het overklokken en wil je computer makkelijk aan- en uitzetten, dan kan je deze knoppen gaan gebruiken. Dus ben je op zoek naar een motherboard dat geschikt is voor Skylake en ook nog leuke features heeft, dan is dit motherboard zeker een aanrader. Voor €225 krijg je een modern motherboard die je de komende jaren voorziet van voldoende mogelijkheden.